Hallo, dit is de derde tip in onze serie van Limburgse wijnen. Vandaag ga ik het hebben over het proeven en beoordelen van wijnen. Ik heb hier twee wijnen voor mij, een witte en een rode. Sowieso gaan we eerst bij wijn kijken naar de kleur. Dus je kunt de wijn of het glas in de hand nemen en dan kijken we het liefst op een witte achtergrond, dus een wit tafellaken, een witte servet of als u helemaal niets anders heeft. Mijn witte manchet van een hemd. Dan gaan we eigenlijk kijken naar de kleur. Deze wordt een witte wijn. Die kan gaan van geel met groene toetsen tot donkergeel, zelfs naar oranje toe. Terwijl een rode wijn begint bij rood, maar met paars toetsen. En dan overgaat naar bruinrood. En als hij zeer oud is, bruin. Dan voor de tweede stap gaan we natuurlijk ruiken aan een wijn. We gaan kijken of deze wijn zuiver is, of er geen fouten in zitten. Hoe gaan we dat ruiken? U gaat eigenlijk aan het glas ruiken. En als u gewoon aangename geuren krijgt die niet afstotend zijn, dan heeft u dat meestal een goede indicatie dat de wijn geen fouten, ook geen kurk heeft. Kurk ruikt een beetje naar nat karton. Dan gaan we eigenlijk walsen met het glas. We zeggen dat we eigenlijk lucht gaan toevoegen aan de wijn, waardoor de eerste aroma's, de primaire aroma's die je daarnet rook, gaan versterkt worden, die gaan krachtiger worden. En zo kun je dus ook beter een onderscheid maken in verschillende geuren die je neus ontvangt. En de rode ook. Je ziet ook dat ik twee verschillende glazen heb. Waarom? Wel, een witte wijn, die heeft, zien welke wijn natuurlijk, is wel zeer aromatisch, maar heeft vooral een glas nodig dat iets kleiner is. Zo blijft de wijn ook mooi koel. En hebben we een dunne opening bovenaan, zodat alle aroma's geconcentreerder naar boven gaan, zodat u beter onderscheid kunt maken. Bij rode wijn ook, maar we hebben een iets breder glas, zodat de wijn zich iets beter kan openen, iets meer zuurstof kan krijgen. We gaan dan ook proeven van de wijn. Maar voordat we dat gaan doen, ga ik een klein beetje nog uitleg erover geven. Want proeven, ja, wat proef je nu in een wijn? Je hebt verschillende soorten. Ik ga beginnen met de wit. Bij wit hebben we fruitig en zeer aromatisch. Dat is echt het gevoel alsof u snoepjes of zeer veel echt een fruitsalade ruikt. Dan heeft u echt zeer veel fruit, zeer veel bloemen. En natuurlijk ook nog de befaamde Chardonnay, die meestal houtgelagerd is. En ik spreek echt over de houtgelagerde wijnen. Die ruiken zeer boterachtig, romig. Ook wel toetsen van vanille meestal, komend door eigenlijk het hout dat gebrand is. Bij rode wijnen net iets anders. Daar gaan we meestal rood fruit hebben, maar het kan ook meer gaan naar iets zwaardere aroma's, noemen we dat dan. Dus tabak en ook hout, leder zelf, als het zeer oude wijnen zijn. In de mond kunnen we dan ook verschillende dingen proeven, ook voelen, want een body is eigenlijk je tong. Je tong werkt als een weegschaal. En als je een wijn in de mond gaat hebben, dan gaat u voelen, ah, drukt deze wijn zwaar op mijn tong of drukt hij licht op mijn tong? En dan weet je van, ah, de body is licht of zwaar. Wil je van de witte wijn proeven? Dit is een witte wijn met een lichte body. U hoort mij misschien ook wel slurpen. Dat doe ik eigenlijk om lucht in de wijn, om zuurstof in de mond te krijgen, waardoor de wijn ook meer zijn aroma's, zijn smaakaroma's gaat openzetten. Dan kunnen we ook nog tellen. Dat wil zeggen dat als u de wijn heeft ingeslikt, hoe lang blijft de wijn hangen? Hoe lang blijft hij hangen in de mond? Als u dan telt, en het is een wijn die een zeer lange afdronk heeft, kunt u wel zeker zijn dat het een wijn is van een kwalitatieve wijnmaker. Al bij al kunt u dan beoordelen, is het een kwaliteitswijn? Zitten er geen fouten in? Is het gewoon een lekkere wijn? Want dat is natuurlijk het belangrijkste. Vind ik deze wijn lekker, ja of nee? Zo, well, ik hoop dat u hiervan genoten heeft. En ja, ik zou zeggen, geniet van Limburg in je glas. Tot de volgende. Bye!